Minister Antoine Elias zal de achterstanden die er zijn moeten wegwerken. Dit zei Imro Edam, voorzitter van de personeelsbond bij het Zeelands Hospitaal vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het hospitaal. Edam zei verder dat het hospitaal het komend jaar aan zelfreflectie moet doen om te weten wat ze als ziekenhuis eigenlijk verkeerd doet. Volgens Dayashankar Mathura, algemeen directeur van het Zeelands Hospitaal, heeft het ziekenhuis in het haast afgelopen jaar op enkele gebieden goede cijfers geboekt. Ondanks enkele problemen waarmee het ziekenhuis te kampen heeft gehad, is de directeur enorm trots op het personeel. Wat kan onmogelijk zijn dat verschillende directeuren we hebben gehad in het verleden, verschillende ministers hebben we gehad in het verleden, desalniettemin. Zeelands hospitalen achterstaan. Ik zeg wel, nu is het tijd dat we een zelfreflex mogen hebben naar onszelf toe om te kijken wat kunnen we anders doen. Moeten we dezelfde strategieën voortzetten? En gelooft u mij, ik kan u wel snel een tip geven. Unaf zet ervoor, want anno rekobu nooit. We moeten nu andere strategieën gaan voortzetten, zodat de achterstand die wij Zeelands hospitaal, niet ik dat heb gezegd, al de vooraanstaande mensen van het Zeelands Hospitaal zeggen dat. Ik ben wel op onderzoek uitgegaan om te kijken waar aan het ligt dat we continu achterstand moeten hebben. Ons gemiddeld, een bedrijfsgemiddelde kort ziekteverzuim, niet over lange ziekteverzuimdagen, is onder de 3%. Onder de 3. Applaus natuurlijk voor jullie. We hebben ook een grote afname van de bedrijfsongevallen. Afname aantal lichte dienst en verkorte werktijden. Afname aantal problemen op de werkvloer. We hebben wel een kleine stijging van de prikaccidenten. Volgens Michel Blokland, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Zeelands Hospitaal, is de eerste taak van het bestuur de verzelfstandiging van het hospitaal door te voeren. Volgens Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, kan je een goede organisatie worden wanneer het personeel tevreden is. Dat is dus komende, zeker de komende jaren. En het is de bedoeling dat een proces dat nu al jaren duurt, dat eindelijk tot een goed einde wordt gebracht. Gezien de activiteiten vanuit ook het ministerie en die ondersteuning die we krijgen, zijn we er wel van overtuigd dat dat zal gebeuren. Maar natuurlijk zal dat niet zomaar gebeuren. Er zijn een paar randvoorwaarden waaraan we zullen moeten voldoen. En ik zeg gewoon, dus dat bedoel ik het Zeelands Hospitaal zelf. En een van de eerste dingen is die structuur van, dus van de organisatie die we gaan moeten verbeteren. En natuurlijk de nodige investeringen voor wat betreft apparatuur en gebouwen. Maar bovenal die investering in de menskracht. Een van mijn eerste doelstellingen was, er moet rust in de sector zijn. Want zonder rust genees je niet. En wij zijn er om te genezen. Patiënten moeten genezen worden. Maar ook de organisatie moet goed zijn. Dus meneer Edam, ik mag u zeggen, het kost ons wel behoorlijk wat hoofdbrekens. Helaas heb ik niet kunnen bewerkstelligen dat er rond de 25e van de maand wordt gestort. Maar er wordt zeker tussen de 27e en de 29e gestart. In elk geval, mede dankzij intensief contact vanaf de 15e van de maand. Want anders haal je het niet, dan ga je 2 en 3 januari uitbetalen. Met mijn collega van Financiën. Dat was minister Antoine Elias van Volksgezondheid en daarvoor Michel Blokland, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Zeelands Hospitaal. Ze spraken vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het hospitaal.